Hoi mama, leuk jullie kijken naar paardrijden met plezier. En vandaag heb ik voor jullie deel 2 van paardenvoorstellen. En let vooral niet op mijn rode voorhoofd. Ik heb namelijk net gereden, dus het is nog een beetje rood van de cap. Maar willen jullie dus zien welke paarden dat zijn, blijf dan zeker kijken. Nou, zoals ik in de vorige video heb gezegd, staan er hier enorm veel paarden. Dus ik ga ze natuurlijk niet allemaal in één keer doen. En ik had in de vorige video had ik er 10 gedaan. En dat ga ik vandaag ook weer doen. Dus ik heb vandaag voor jullie 10 andere paarden dan vorige week. Nou, die Fries die jullie hier achter mij zien, dat is Welmer. En Welmer, zoals ik dus al zei en wel te zien is, is dat een Fries. En we hebben hier op de manege 2 Friesen staan. Vorige week in de video heb ik jullie de andere Fries laten zien. Maar dit is dus Welmer. En ik heb zelf nog nooit op Welmer gereden. Maar je houdt de Friesen uit elkaar door de... Welmer zijn haar een beetje aan beide kanten heeft zijn manen, maar vooral aan de, kijk, aan de rechterkant. En bij Her is dat net andersom. Maar Welmer is een beetje een bijzondere Fries, want normaal zijn Fries natuurlijk niet echt het juiste geschikte ras voor springen, omdat ze een beetje lomp zijn en zo. Maar dat is bij Welmer juist heel erg anders, want die is super goed in springen. Hij vindt het heel leuk, hij kan echt heel erg hoog springen. Dat is echt super grappig. Dus Welmer is echt wel een hele leuke Fries. Dus achter mij is natuurlijk Uni. En Uni is naast Magiete mijn lieveling. En Uni is echt een ontzettend bijzonder paard. Want er is denk ik geen paard die een groter hart heeft dan haar. Ik vind haar zo bijzonder. Het is in ieder geval mijn mening. En ik heb echt een heel speciale band met haar en Magiete. En Uni die komt uit Duitsland. Dat ik weet. En Uni is goed in dressuur en in springen. Ze kan eigenlijk een beetje alles. En ze is ook, kan ook best wel snel zijn. En ik heb natuurlijk best wel veel op haar gereden. En als ik dan, ik weet nog, de allereerste keer dat ik op haar ging rijden, dan kon je niet eens normaal opstappen als ze begonnen had te galopperen. En dat gaat nu echt al super veel beter, echt een stuk beter. En ik heb ook als proefjes op haar gereden. En ze is echt een topper. Ze is echt mijn topper. Dan heb ik hier naast me Floka. En Floka is een volle IJslander. En Floka is dus zwart. Ze is helemaal zwart. En Floka kan eigenlijk voor best wel veel dingen gebruikt worden. Ze is in de manege les een klein beetje ondeugend. Dan gaat ze in één keer achter iemand aanlopen of de andere kant op of zo. Maar ze wordt ook wel in de beginnerslessen gebruikt. Dus ze is ook super braaf. Maar Floka gaat dus ook mee naar het bos en zo. En ik heb echt heel erg veel buitenritten op Floka gereden. Omdat Floka is een van de kleinste ponies die meegaat op buitenrit. En ik was dan altijd het kleinste meisje van de groep. Maar Floka is echt super leuk met buitenritten. Ze kan de groep makkelijk bijhouden. En ze doet heel goed je best voor je. Dus Floka is echt een schatje. Dit hier achter mij, dat is Joomla. En Joomla staat, zoals jullie kunnen zien, naast haar... Oh, Patrick. Naast haar moeder Jutta. En Jutta heb ik in de vorige video laten zien. En Jutta, die is dus de moeder van Joomla. En ze zijn een tijdje uit elkaar geweest. Dus eigenlijk horen ze niet meer van elkaar te weten dat ze... Hey Patrick. Dat ze moeder en dochter, maar ze staan toch altijd samen. En ze zijn een beetje de baas van de plaats hier. Ze hebben wel best wel veel macht hier in de plaats. En Joomla is best wel een ondeugende pony. Want Patrick, die witte camera. Maar Joomla is dus echt best wel een beetje ondeugend. Want ze kan ineens heel hard gaan rennen en gaan bokken en zo. Maar Joomla is ook heel erg leuk om op te rijden. Want springen vindt ze vooral super leuk. En dat kan ze ook heel erg goed. En ja, dressuurmatig loopt ze ook heel lekker. Ze loopt zo in de teugel voor je en dat soort dingen. Dus het is echt wel een hele leuke pony. Alleen is ze af en toe een beetje ondeugend. Maar ja, dat is eigenlijk ook wel weer leuk aan haar. Dus dat is Joomla. En Joomla heeft trouwens de kleur bont, net zoals haar moeder. Nou, dit is Westie. En Westie is het lievelingspaard van mijn vriendin Denise. En Westie is best wel redelijk groot, zoals jullie kunnen zien. En hij is bruin en hij heeft een best wel grote bles ook. En hij heeft 3 witte voetjes. En ik heb zelf niet zo heel erg vaak op Westie gereden. Ik denk 2-3 keer of zo. En ik vond het wel heel erg leuk, want hij wil wel heel graag dingen voor je doen. En hij kan zowel dressuurmatig lopen als springen. En hij kan zelfs mee naar het bos toe. Dus hij kan heel veel dingen. En daardoor is Westie dus echt wel een schatje. En ik kan wel begrijpen dat Denise hem als lievelingspony uitgekozen heeft. Dit is Enya. En Enya is eigenlijk best wel een grappige naam. Want Enya betekent, is een Grieks stelwoord. En dat betekent één.
Dus Ene zit Grieks, Enya. En Enya is wit, zoals jullie kunnen zien. En Enya is ook echt een super braaf poedie. Ze heeft een heel groot hart en wil heel graag dingen voor je doen. En Enya wordt eigenlijk net zoals Nina best wel vaak gebruikt voor wedstrijden. En Enya vindt het soms nog best wel spannend om in de groep te komen. Ze vindt het gewoon spannend om bij die andere paarden. En dat merk je in de les ook wel. En Enya die kan ook voltige doen. En ze wordt vaak gebruikt op ponykampen als de kinderen voltige gaan doen. Want ze heeft een best wel brede rug, dus dan kun je makkelijk voltige op haar doen. En dat doet ze super goed, dus daar is ze heel geschikt voor. Dit is Fosje. En Fosje, zoals jullie wel kunnen zien, is het een Shetlander. En hij is bont. En Fosje wordt nu... Fosje wordt nu niet echt meer bereden, maar vroeger toen ik begon met rijden wel. En daar heb ik er best wel vaak op gereden en hij is een beetje ondeugend, want als je erop gaat zitten, dan wil hij nog wel eens gaan bokken en zo. Dus Fosje is best wel een beetje een ondeugende Shetlander. En wat ook wel grappig is aan Fosje is dat zijn echte naam eigenlijk Captain Hook is. En Fosje kan ook heel leuk lange teugelen. Dat hebben Denise en ik wel eens gedaan met Fosje en nog een andere Shetlander. Dat we gingen lange teugelen. Nou, dit is Abby. En Abby heb ik niet zo heel erg vaak op gereden, omdat Abby een beetje laat kwam. Toen ik al best wel een tijdje reed en toen werd ik natuurlijk steeds groter. Ik heb er één keer op gereden toen ze hier net was. En Abby is, zoals je ziet, een beetje zwart-bruinachtig. En ze heeft zwarte manen en staat en een wit achtervoetje. En wat heel erg leuk is aan Abby, is dat ze bij haar voorvleug een bliksemschicht als bles heeft. Even kijken. Kijk. Zo. Deze is een soort van bliksemschicht. En Abby wordt gebruikt in de beginnerslessen, maar ze is wel een klein beetje ondeugend soms. Maar meestal is ze ook gewoon heel braaf. Dus Abby is echt een superleuke pony. Dit is Quincy. En Quincy is een vrijwerger, dus dat is net zoals Diercon. En een van de sterkste rassen die er op de wereld zijn. En Quincy kan dus echt heel veel dingen heel erg goed. Ze kan namelijk dressuurmatig lopen, ze kan springen, ze kan mennen en ze kan voltige doen. Dus ze kan echt wel heel erg veel dingen. En Quincy heeft, zoals jullie zien, een best wel lang van dun naar brede bles omhoog lopen. En ze heeft een zwarte manen en staart en is voor de rest bruin. En ze heeft wel een beetje witte voetjes, maar die kun je nu niet zo heel erg goed zien omdat ze heel vies zijn en dat ze een beetje in de blubber gestampt heeft. Maar ik heb zelf één keer op Quincy gereden tijdens ponykamp en toen gingen we springen en dat deed ze heel erg goed. Ik Nou, dit is dus Happy. En Happy is een tinker, zoals jullie wel kunnen zien. En Happy is bont en heeft best wel lange sokken. En hij heeft ook wel een aardig brede bles. En hij heeft zowel zwarte manen als witte manen. En ik heb vroeger best wel vaak op Happy gereden. Laatste tijd eigenlijk niet zo heel erg veel meer, maar Happy die is, gaat wel altijd mee naar het bos. En dat doet hij echt super leuk. Hij gaat altijd samen met de andere tinker Jimmy gaat hij mee naar het bos. En hij heeft ook een tijdje voor het huis geprobeerd te lopen. En wat wel heel erg grappig is aan Happy is dat hij echt enorme oren heeft. En we noemen hem hier altijd een beetje ezeltje omdat hij zulke grote oren heeft. Maar Happy is echt een schatje, dus een hele lieve pony. En het is echt een toekomst. Ja. Nou, dit waren dus alle 10 de paarden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En als jullie deze video dus nou leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En voor de mensen die het misschien of vergeten zijn of misschien toch nog niet weten. Ik doe nu ook op maandag video's plaatsen. En afgelopen maandag is er een hele leuke challenge online gekomen. Dus ga die zeker ook kijken, want die is echt heel erg grappig. En ja, dus als jullie deze video leuk vonden, duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want dan krijg je iedere keer een melding wanneer ik een nieuwe video erop zet. En dan moet je wel even inschakelen dat je een melding wil krijgen door op zo'n belletje te drukken. En dan zie ik jullie aankomende maandag weer. Doei!